Zo, wat een stoere griet is die Brit. Ja, kopje onder en dan zo lang mogelijk je adem inhouden. Dat hebben we allemaal wel eens geprobeerd, toch, in het zwembad. Maar de 20-jarige freediver Janine Grasmeijer spant echt de kroon. In 4 minuten en 19 seconden dook ze tot een diepte van maar liefst 90 meter. Dat zijn 20 zwembaden diep bij elkaar. En dat allemaal zonder zuurstoffles. Ja, met haar adembenemende prestatie is ze de jongste vrouwelijke wereldrecordhouder in deze extreme sport. Als je onder water bent, zit je in een heel andere wereld. En dat is gewoon, ja, geweldig eigenlijk. Als ik een diepe duik doe, zo ontspannen mogelijk te zijn. 1, 2, 3, 4. Weinig lichaamsactiviteit, weinig hersenactiviteit zorgt eigenlijk voor heel efficiënt zuurstofgebruik. Ze is in een hele korte tijd zit ze bij de wereldtop. En binnen 2 jaar doet ze dingen waar mensen jaren over doen om te trainen. En vaak dan zelfs niet halen. En hoe lang kun je adem inhouden? Mijn personal best is 7 minuten en 7 seconden ongeveer. Wauw. Is dat in het zwembad of tijdens de wedstrijd? Dat is in het zwembad. Als ze zo door blijft gaan zoals nu, dan komt ze zeker over de 100 meter. Dat is enorm. Dat is, er zijn heel veel mensen die dat proberen en er zijn heel veel mensen die het ook niet halen. Het is maar een hele kleine groep. Bij de vrouwen zijn er op dit moment 2 die het hebben gehaald. En een grote kans dat zij de derde wordt. Het is wel heel erg tof om ergens de beste in te zijn. Yeah! Yes! 7 minuten. Ik ga vannacht toch eens oefenen in de badkuip. Tot zover deze uitzending van Hart van Nederland. Voor meer nieuws kunt u natuurlijk terecht op onze website. Nu het weer met Piet Paulusma. Ik wens u een fijn weekend. Dag.